moment dat eigenlijk de bel gaat, dat de speeltijd gedaan is, dan lopen de kinderen zelfstandig naar hun klas eigenlijk. Dan beginnen ze daar hun boekentas leeg te maken, 's ochtends, na de andere speeltijden drinken ze alles in de klas aankomen en dan gaan ze op hun stoel zitten wachten tot de leerkracht er is. Nu dat ze direct naar de klas komen, winnen we eigenlijk heel veel tijd. De kinderen vinden het ook veel leuker. Het gebeurt uiteraard niet volledig in stilte, we babbelen daar wel bij. Maar ze weten wel wat ze rustig moeten doen. Wij staan in de weg. De kleinste hebben dan vooral nog zeker nodig zo een structuur dat ze weten naar waar dat ze moeten gaan. Je kunt direct zien van, ah, oei, heb ik nu veel kinderen of heb ik nog twee kinderen? De kinderen ook. Anders gaan ze in de war zijn. Ik denk dat er nog voldoende andere momenten zijn waarop je eigen kinderen wel discipline aanleert. Ze moeten ook stil in de klas zitten. Ze moeten ook stil achter hun rij staan voordat ze naar buiten mogen gaan, dat de speeltijd begint. Ze moeten ook hun vinger nog altijd opsteken in de klas natuurlijk. Je hebt kinderen ook gewoon niet moeten onderschatten dat ze best wel wat verantwoordelijkheid aan kunnen. En dat andere scholen maar gewoon eens proberen om te kijken hoe dat loopt, zou ik zeggen.